Yo kijkers, tof dat jullie kijken naar een nieuwe video van Dutch Carp. Vandaag gaan we oppervlakte vissen op karpen en hopen dat het wordt. Veel kijkplezier. Prachtig gehaakt, mijn hondenbrok zit hier een beetje naar boven. Prachtige vis toch? Ja. Kijken. Eerste spiegel van het jaar. Heel blij mee. Oh, yo. Ze hebben kanker gevangen. Dat is een bekendje volgens mij, hè? Ik weet niet zeker, maar... Nu vast, kom maar zo'n spiegel. Prachtig visje. Prachtig zo'n vier wat erin. Oh, dan nog een spiegel gaan hangen. Ja. Op het gras. Ja. Ik zie hier nu een fotootje van de deur. Nu deze spiegel. Prachtig. We gaan fotootjes maken en dan gaan we terugzetten. Prachtig spiegel. Het is heel simpel. Twee brokjes. Een loombandje aan de maakje van onder. De rest niks op de lijn. Nou ja, de brokjes die we gebruiken zijn deze. Ze werken prima. Gisteren al een gras hier zo gevangen. Milan is een stukje verderop aan het proberen. Prachtig water hier. Er zit van alles. Graskarp, mooie spiegels, schubs. Prachtig. We gaan kijken of we er nog eentje kunnen vangen. Er zit vis op de brokjes. Ja, gooi maar even in. Eigenlijk gewoon op de plek waar we net ook eentje hadden gevangen. Een paar bekken boven komen. Nou, ze drijven allemaal daarin met de brokjes. Ik weet, komt er zo wel weer een visje. Ja, hier! De brokjes aanpakken, kijk eens voor! Milan, volgens mij is dat spiegel. Gewoon erin. Niet voor zijn kop. Prachtig, die pakt hem wel. Hij komt erop. Momentje. Nee, wacht. Hij gaat waarschijnlijk terug omkeren en jouw brokje waarschijnlijk achterna. Ik denk dat je beter hier kan staan. Oh joh, grassen daar. Langs het kantje. Oh nee, daar is die. Milan. Niet zo klungelen. Die vis zit die fucking brokjes op te eten. Wat zit jij te doen? En hij zit vast. Oh. Even wachten, even kijken waar die is. Ik denk dat ze wat meer daar naartoe gaat. Naar voren. Zo! Nee, dat is doekgolf. Volgens mij zijn er spiegels uitgezet. Dit is de spiegel. Ja, voor drie van die spiegels gaat het erbij. Dit was de mooiste en precies perfect. Prachtige vis. Cool. Hopelijk kan jij ook een spiegel. Ja. Bijvoorbeeld 1,33. Een beetje steile kant, dus ik moet het zo even terugzetten. Daar gaat hij. Dus? Ah nee. Daar gaat hij. Hij is weg. In de net. Weer een spiegel. Helemaal wak. Echt, ik weet niet wat het is. We gaan hem eruit halen en dan gaat Milan maar jullie laten zien. Kijk eens. En weer een spiegel. Ik zou zeggen, gaan we showen. Dan zou ik hem wel omdraaien, zodat ik die kant er... Blijf maar gaan, ja. Eeuw. Je hebt die soort kartelrandjes op, hè? Ja, weet ik. Dat is voor de paard. Hij is los. Daar gaat hij.
Lekker hoor. En ook een spiegel voor Milan. Kapot mooi. Helaas niet op beeld kunnen krijgen dat ik brokje pakte, maar... Mooi toch? Kijk, mooi in het zonnetje. Het is echt bloed voor die kleed hier. Die schubbel natuurlijk. Het kleintje die was het mooist, daarna deze en daarna die eerste. Ja, qua kleuren vond ik de eerste mooier, maar deze heeft het mooier geschud. Gaan fotootjes maken en dan gaan we hem terugzetten. Oké, we gaan hem terugzetten. Ik wacht, ik kom ook naar beneden. Oh, hij ging al. Daar is die. Oh, daar komt hij al. Oh, start. Hij is weg. Nou mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. We hebben 3 mooie spiegels gevangen. Prachtig. Prachtig op de brokjes. Kleine spiegel, een hele mooie schubben en 2 wat grotere. We gaan ermee stoppen en tot de volgende video. Laters. Doei.